Hoe laat was je hier vanochtend? 9 uur 's ochtends. Oh, 9 uur, oh, dat is een mooie tijd. En moet je dan van ver komen of niet? Uit Amsterdam helemaal. Zo. En dat elke dag? Ja. Hoe lang ben je onderweg? Ruim een uur, denk ik. 1,5 uur. Student, his name is Pierre and he's from Switzerland and he has been here in the Netherlands now for 2 weeks. What's your first impression living here in the Netherlands? A lot of fricandelle, too many fricandelle. I think it's also patate speciale was something shocking how many patates you guys eat. We laten de bingo ballen vallen en aan jullie dan de taak om in te schatten of het balletje wat daarna valt of dat hoger of lager is dan de eerste bal. Laten we maar gelijk gaan starten en dan is ladies first. Moeten we dan geen shotjes doen elke keer? Shotjes. Ze denken gelijk in studententermen, hè? Ja. Hippiedepiep! Hoera! Ja. Is het laatste woord aan de studenten. Ik zit er nu zelf als 2 jaar. Ja. Maar andere mensen die al afgestudeerd zijn of die aan het studeren zijn, die zijn blij met jullie. En op naar de 50.